Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Ultrex, de enige echte. Nou, ik ga vertellen waar ik geweest ben. En ik heb weer niks opgenomen. Ik ben naar Marveld geweest, jongens. Naar Marveld. Ik heb één vlog opgenomen. Ik hoop dat het een beetje wat geworden is. Op het moment dat ik dit opneem, kom ik echt net thuis. En weet ik totaal niet wat ik opgenomen heb. Dus, ik ben weer naar Marveld geweest. Weinig gefilmd, één vlogje opgenomen. En dat heeft alles te maken met mijn nieuwe camera. Ik heb weer een nieuwe vlogcamera. Gaan jullie in de volgende vlog gaan jullie dat allemaal zien. Ik moet nog echt ontzettend wennen aan hoe ik hem beet moet houden. Want ik pak hem elke keer, kan hem nog niet echt helemaal goed beet houden. Maar ik heb weer dat stokje, als het goed is. Ja hoor, dat doet hij ook weer. Ik kan gewoon het stokje weer gebruiken. Dan kan ik wat makkelijker vloggen. Zo, het is een stuk kleinere camera. Het is eigenlijk weer zo'n camera waar ik eigenlijk mee begonnen ben met vloggen. Maar ik vond dit gewoon de mooiste. En ik had al tegen Joost en Kevin gezegd van nou, ik weet nog niet wat ik doe. Ik weet nog niet of dat ik weer zo'n filmcamera haal. Ik denk dat ik gewoon weer zo'n camera haal. Zoals ik eigenlijk ben begonnen met vloggen. Nou, ik ben op de site van de Mediamarkt geweest. Bezig kijken. En ik kwam deze camera tegen. Of speciale vlogcamera is dit. Dus ik ben reuze benieuwd wat het beeldmateriaal is. Ik heb ook van de andere vlog heb ik ook nog geen beeldmateriaal gezien. Want daar heb ik een heel klein stukje met deze camera gefilmd. Jullie gaan het allemaal zien. Ik ga hem in ieder geval niet laten zien nu. Want ik ben er nu mee aan het vloggen. Dus ik kan hem toch niet laten zien. Maar dit is in ieder geval het beeld. En de unboxing. Zoals ze altijd zeggen. Dat zien jullie in de volgende vlog. Zien jullie dat op mijn kanaal. Nou, hoe is mijn vakantie geweest? Ja, lekker rustig. Heel weinig gefilmd. Eén vlogje is opgenomen. Die unboxing. En voor de rest helemaal niks gedaan. Lekker uitgerust. Lekker weer in de jacuzzi gezeten. En nog even wat foto's. Esther die is nog geweest samen met Frank. Die jullie kennen van de GTA livestreams. Was heel gezellig. Pannenkoeken gegeten. Was echt heerlijk. Was leuk. S'middags lekker chocolademelk. Warme chocolademelk met slagroom. En s'avonds lekker pannenkoeken gegeten. Daar zien jullie nu gelijk de foto's van. Heerlijk. Ja, het was een heerlijke dag was het. Nou, toen ik het huisje uitging, dat zien jullie ook nog in de volgende vlog. S'avonds was er een stop doorgeslagen de laatste nacht dat we er waren. Ja, kan ook wel eens gebeuren. Maar voor de rest heb ik eigenlijk een heerlijke vakantie gehad. Waar ik eigenlijk lekker veel GTA gespeeld heb. Even Euro Truck Simulator gespeeld. Heel veel op GTA Vlodder gezeten. Daar heb ik ook nog een video van als het goed is. Als ik hem goed heb opgenomen. En dat is eigenlijk een beetje mijn vakantie geweest. Gewoon weer lekker rustig aangedaan. Net eigenlijk als de vorige vakantie dat ik naar Marveld ging. Toen heb ik eigenlijk ook helemaal niet veel gedaan. Ik kan het trouwens ook niet zien. Annuleren mijn vloggen. Volgen. Oké. Ik kan niet zien hoe lang ik gefilmd heb. Oh jawel, er staat. Dat staat daar zo, 3 minuten. Maar in ieder geval, lekker rustig aangedaan. Ik had nogal, jullie weten het, ik had nogal rust nodig. Lekker dingen doen op mijn gemakkie. Geen stress, geen haast. Ja, de enige haast die ik gehad heb, dat was eigenlijk toen ik deze camera ging halen. Daar ga ik ook nog al een en ander over vertellen. Mediamarkt in Doetinchem. Daar komt deze camera vandaan. Nooit kopen daar een klerenwinkel. Maar dat horen jullie allemaal nog. In ieder geval ga ik hem even neerleggen. Want ik moet nog even wat andere dingen doen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Dit was eventjes de korte video van Marveld. Ja, ik heb weer niks opgenomen. Ik had er gewoon geen zin in om op te nemen. En ik wou lekker rustig aan doen. Ik had geen zin in dolle dingen. Nergens naartoe geweest. Gewoon lekker rustig aangedaan. Lekker genoten van mijn vakantie. En dat is eigenlijk
het voornaamste eigenlijk van de vakantie. In vakantie moet je eigenlijk niet vloggen. Dan moet je gewoon lekker genieten van de rust. En ja, niks hoeft, alles mag. En dat vond ik wel echt ontzettend lekker. Dus bij deze dus de vlog. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe de duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er een nieuwe video of livestream is. En ik kan ook alleen maar zeggen, de groeten van deze kant, jongens. En tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi. Oh, ik moet wat lager. Hoi.